Hoi iedereen, in deze video ga ik jullie een aantal stretching oefeningen geven die heel makkelijk en eenvoudig toepasbaar zijn thuis na de looptraining. Dit om blessures in de toekomst te voorkomen en te zorgen dat we uiteraard soepel in dat lijf blijven zitten. Dus ik ga jullie beginnen met een eerste oefening en dat is een schouderoefening. Om de schouders een beetje te stretchen gaan we onze handen in elkaar doen. Schouders achteruit drukken en de armen achterop duwen. We gaan die handen niet te hoog in de lucht brengen, want dan gaan we forceren en dat hoeft gewoon niet. Gewoon de schouders achteruit, dan voel je een rekking. Je voelt die handen rekken, dus dat is prima zo. 10 seconden en dat is voldoende, losse maar dan. Deze oefening doe je best een keer of 3-4 terug opnieuw uiteraard. Dus we gaan die nog een keer doen. En na 10 seconden kan je dan de handen terug bij elkaar en ervoor zorgen dat we die in de lucht gaan spreiden, toppen van de tenen staan en dat we gaan stretchen. Ook weer 10 seconden. Voilà. Dus dat was een eerste stretching oefening om die armen en die schouders los te maken. Vervolgens gaan we ervoor zorgen dat we de kuiten gaan stretchen. Om de kuiten te stretchen gaan we gewoon een rechte rug houden, één been voorzetten, een beetje buigen. Let erop dat die knie niet voorbij die voet staat en je voelt hier onmiddellijk een stretching van achter in dat been. Ook weer 10 seconden aanhouden en liefst met rechte rug. En dan wisselen we gewoon van kant. Best dat je deze stretching oefening ook weer een keer of 3-4 opnieuw doet. Je voelt dat zelf een beetje aan. Zolang je voelt dat er een goede stretching is en je wordt het heel fel gewaar, dan kan je het best nog een keer overdoen. Want op een gegeven moment ga je voelen dat je minder pijn hebt in die kuit en dat dat minder opgestretcht wordt. Dan weet je, ah, het zit hier oké, ik kan naar de volgende oefening overgaan. Dan, een volgende oefening is om het bovenbeen te stretchen. Dat is een heel makkelijke oefening die iedereen eigenlijk ook wel kent. We houden recht de rug, we nemen ons voet bij de enkel vast en je gaat het bovenbeen stretchen. Wat heel belangrijk is, is dat je de tip van je voet naar je achterwerk toetrekt. Dus naar boven, naar de lucht. Dat die stretching eigenlijk compleet is. Ook weer 10 seconden. En uiteraard wisselen we dan ook van been. Recht terug, tip van die voet omhoog. En probeer ook je evenwicht te houden. Probeer je buikspieren aan te spannen, dan hou je beter je evenwicht en ga je ook niet zo fel wankelen. Prima! Ook deze oefening kan je makkelijk 3-4 keer achter elkaar doen. In een volgende oefening gaan we de armen en de schouders nog even onder handen nemen. Dus we zetten onze armen gelijk en we gaan ons torso draaien. Je voelt dat aan je buikspieren, onmiddellijk als je die opspant, je draait. En je voelt onmiddellijk dat je ook niet te ver moet doordraaien. Vanaf dat er spanning op die rug zit, is dat eigenlijk voldoende. Een keer of 10. En dan de oefening 3 keer herhalen. In een laatste oefening gaan we eigenlijk een stretchoefening doen waarbij we een buiging doen naar beneden. Onze benen goed tegen elkaar en we proberen zo diep mogelijk door te buigen. En je voelt onmiddellijk een stretching achteraan die benen hier. Een lichte pijn zou ik zeggen. 10 seconden aanhouden en dan ga je door die benen. Maak je een opwaartse beweging en ga je je naar boven toe uitstretchen. 10 seconden. En dan kan je de volgende 10 seconden de stretching opwaarts op die tippen gaan staan en opwaarts proberen vol te houden.
En dan lossen uiteraard. Ook deze oefening mag je een keer of 3-4 herhalen. Als jij regelmatig je stretching oefeningen doet, ga jij ook zien dat je nauwelijks blessures oploopt tijdens het lopen. En ga je merken dat alles soepeler en vanzelf gaat. En dat je je ook beter in je lichaam voelt. Dus ik zou zeggen, succes!